mensen van Kleine Friki. Mijn naam is Lotte en ik heb vandaag een leuke video voor jullie. Ik had er al iets over gezegd op Instagram, had ik een foto gepost van mijn Skyrim character met de vraag of ik de gamer tag of de videogame tag ook op mijn kanaal moest gaan doen. Nou, overweldigende antwoord was ja, dus let's go. Dit is gewoon een tag. Ja, het zijn allemaal vragen over videogames en ja, wat ik daarvan vind en dergelijke. Het is gewoon een tag voor jullie om mij een beetje beter te leren kennen als het gaat om games. Want ik blijf natuurlijk wel een gamer. Dus let's go. De vragen zijn in het Engels, maar ik zal ze enigszins vertalen in het Nederlands. En ik zal ze natuurlijk ook beantwoorden in het Nederlands. Vraag nummer 1. Wat is je all-time favoriete videogame? Nou, mijn all-time favoriete game is no doubt Skyrim. Daar ben ik gewoon echt helemaal obsessief mee. Ik zou alles wel van Skyrim willen hebben. Ik vind het een fantastische game, omdat je hebt gewoon... op zichzelf was het destijds echt een grafisch hoogstandje. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik had ook nog nooit zoiets kunnen spelen. Ik heb een laptop aangeschaft speciaal voor die game. En toen deed hij het niet. En toen was ik best wel verneukt. En uiteindelijk had ik wel een goede laptop waar ik wel op kon gamen. Maar die ging na een tijdje weer kapot. Ja, was echt heel leuk. Uiteindelijk, na een hele lange tijd... Ik denk echt dat ik pas 1,5 jaar of zo na de release van Skyrim... die game vol echt goed heb kunnen spelen. Want ik kon hem alleen op low settings aan. Maar toen ik hem eenmaal kon spelen... vond ik het echt de mooiste game die ik ooit gezien had. Ik was al helemaal gek van Oblivion. Maar ik ben nu helemaal gek van Skyrim. En het leuke is, als je de game eenmaal gespeeld hebt... dan kun je allerlei mods toevoegen. En dat is super, super simpel... Waardoor de game weer nog uitgebreider wordt. Het heeft leuke DLC's, maar ook mods die volledige quests en hele nieuwe werelden bij de game adden. Dus ja, Skyrim is no doubt bij mij op nummer 1. En what is your current? Wat is je huidige favoriete videogame? Ja, dat is eigenlijk ook wel grappig, want ik ben sinds een week weer fanatiek Skyrim aan het spelen. Dus ik zou zeggen Skyrim, maar dat is misschien een beetje te afgezaagd. Want dan kan ik het hele lijstje wel langs gaan in Skyrim benoemen. Ik ben de laatste tijd heel veel Ark heb ik gespeeld. Dat is echt currently de afgelopen maanden gewoon een van mijn favoriete games. Die volg ik echt ook al sinds ze in heel early alpha zitten. Dat is echt, vind ik, ook echt een super goede game. Ondanks dat hij dus eigenlijk officieel nog niet is uitgebracht. Die vind ik echt super goed. Ik ben The Forest aan het spelen nadat ik gezien heb dat hij best wel is uitgebreid. Dat hij geüpdate is. Dat ben ik aan het spelen. Dat zijn denk ik mijn twee favoriete games op het moment. Wat is je favoriete videogame genre? Ja, bij mij is het toch wel echt de MMORPG's. Gewoon het open wereld spelen. Dat vind ik denk ik het allerleukste. Met... Een survival aspect vind ik echt super tof, zoals met Ark and the Forest. Maar gewoon quests en dergelijke doen, zoals in Skyrim, vind ik ook heel erg tof. Dus ja, ik denk een beetje een mix van dat. En voornamelijk fantasy. Echt, voornamelijk fantasy. Dat is eigenlijk alles wat ik speel. Videogames moeten voor mij echt niet echt zijn. Het moet een heel andere wereld zijn en dat vind ik het helemaal top. Hoe lang speel je al videogames? Dat is eigenlijk een lastige vraag, want... Ik heb mijn eerste herinneringen heb ik bijvoorbeeld aan Harry Potter spelletjes op de PC. Maar ik weet dat we daarvoor ook wel meerdere games hebben gehad. Ik heb bijvoorbeeld RuneScape, was een van de eerste spellen die ik speelde. Op het moment dat ik überhaupt toegang kreeg tot het internet kwam RuneScape. Maar ja, ook wel echt wel retro spelletjes die ik wel speelde. En... Ja, mijn ouders waren niet zo van dat ze heel strikt waren dat ik geen videogames mocht spelen. Maar het internet was toen echt iets opkomends en iets nieuws. En daarmee ook iets heel onbekends. Dus het werd altijd wel... Ja, mijn ouders wisten altijd precies wat ik speelde, zeg maar. En op echt grote game sites en dergelijke kwam ik eigenlijk niet. Dus ik wist verder ook niet echt iets van videogames. Ja, omdat dat gewoon toen zo opkomend en nieuw was dat ik daar niet meer in aanraking kwam. Welk spel heb je de meeste uren in zitten? Dat vind ik ook een lastige, want ik denk... ik had Oblivion had ik destijds gewoon met de CD-ROM, zeg maar. Dan niet op Steam. Ik denk dat ik daar echt insane veel uren in heb zitten. Maar als het ook gaat om online spelletjes, dan is dat no doubt RuneScape. Daar heb ik echt weken... maanden in zitten aan uren. Dat is echt ongelooflijk. Ja, Habbo is denk ik een goede tweede.
Maar dat is wel echt een fase geweest. RuneScape is iets geweest wat ik echt regelmatig nog wel oppak. Ik denk dat daar de allermeeste uren in zitten. Wat is je favoriete game developer? Bethesda, dat is echt simpel as that. Dat is echt 100% Bethesda. Want naast de Elder Scrolls serie is de Fallout serie ook mijn favoriete serie. Dus zij hebben een heleboel games die ze uitbrengen wat helemaal mijn stijl is. De Bethesda formule zoals zij dat doen met Skyrim en met Fallout 4 bijvoorbeeld. Dat is mijn favoriete soort genre wat zij dan maken. En ik vind die formule van hun vind ik heel goed passen. Zeker ook het feit dat alles te modden is. Dat je overal mods kunt toevoegen. Dat is zeker mijn favoriete developer. Wat is je favoriete hero character van een game? Oeh, die vind ik moeilijk. Dat is lastig, want de games die ik speel, daar ben je je eigen held. En dan kun je meestal slecht of goed zijn. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk als ik dat noem, want dat ben jij altijd zelf. Mijn favoriete hero moet dan gewoon Mario zijn, denk ik. Ik bedoel, die gast is alleen maar bezig met die prinses redden. Niet dat iedereen in zijn leven die games wel eens een keer Mario gespeeld heeft. En dat is denk ik mijn favoriete held. Want die doet niks anders dan alleen maar achter die prinses aanrennen. En wat is je favoriete villain? Die vind ik ook zo lastig. Mijn favoriete villain moet denk ik zijn Sheokora uit de Elder Scrolls serie. Die kom je op een gegeven moment constant tegen. In elke game zit hij één keer. En hij is knettergek. Hij is knettergek. Hij heeft een apart realm. In Oblivion had je zeg maar de Shivering Isles. Dat is zeg maar het land zeg maar, waar die leeft. Zeg maar. Het is echt leuk stopwoord. Oké. Daar leeft hij. En hij is echt knettergek. Hij is helemaal gestoord. Hij zegt ook dingen die gaan helemaal nergens om. Het lijkt een beetje op Alice in Wonderland. Hij is ook in en in slecht. Hij martelt mensen voor zijn plezier. En doet eigenlijk hele slechte dingen. Hij is hilarisch, maar hij is ook echt in en in slecht. Dus ik denk dat dat mijn favoriete villain is. En welke character is je most hated? Dat is een recente. En het grappige is, ik heb dus de game zelf niet eens gespeeld. Life is Strange is echt een formidabele game. En ik moet hem zeker ook zelf nog een keer spelen. Maar daar houdt iets mij tegen. De character die ik het minste kan uitstaan waar ik echt zo scheidhekel aan heb is Chloe. En Chloe is het meisje met de blauwe haren uit Life is Strange. Ik vind haar obnoxious, ik vind haar vervelend, ik vind haar egoïstisch. Ik vind haar echt verschrikkelijk. Dus dat is echt mijn minst favoriete character uit welke game dan ook. En ik heb de game niet eens zelf gespeeld. Dus ja. Welke gaming platforms heb je? Ik heb op dit moment mijn PC en mijn Xbox 360. En volgens mij is dat het. Ja, dat is het. Nee, ik heb ook nog een oude DS. Oude Nintendo DS. Doe ik heel soms. Meestal in de vakantie doe ik daar dan wat mee. Dat is zo'n dingetje die gaat elke vakantie weer uit de kast. En dan pak ik Animal Crossing er weer bij. En dan zit ik weer appels uit de boom te schudden. Dat zijn de drie platforms die ik heb. Ik moet wel zeggen dat ik, ja, wel op zich ooit nog een PlayStation erbij zou willen om echt alle platforms te hebben. Dat lijkt me wel tof. En wat was je eerste gaming platform? Mijn eerste gaming platform was denk ik gewoon de huiscomputer. En daarnaast had ik op een gegeven moment een Game Boy Advance waar ik Pokémon en dergelijke op speelde. Voor 25 euro gekocht op de jaarmarkt. Hé man? Oké, wat is je favoriete gaming platform? Nou, dat is no doubt de PC. Omdat je op de PC, net zoals ik benoemde bij Skyrim en bij Fallout, mods kunt toevoegen. Naast de developers die natuurlijk officieel de game hebben uitgebracht, heb je een heleboel mensen die het leuk vinden om de game aan te passen tot waar zij denken dat die nog beter wordt. En de meeste developers die laten dat toe met hun game. Sommigen die doen daar heel moeilijk over. Maar het is gewoon heel erg leuk, want zo geef je gewoon ook, ja, indie developers de kans om te laten zien wat zij met zo'n grote game zouden kunnen. En mods die er soms uitkomen, die zijn echt ongelooflijk. Ze zijn echt super tof. Dus ja, PC is gewoon mijn favoriete platform. Want dat heb je op het moment op de PlayStation en Xbox, voor zover ik weet, niet of heel weinig. Ben je ooit naar een gaming convention geweest? Ja, zeker weten. Ik heb zeker vanuit YouTube en vanuit
nou ja, met Ronald mee en zo vorig jaar een aantal dingen bezocht. Zoals informatiek in Rotterdam. Was op een gegeven moment nog een keer iets Assen. Iets in Assen. Ik denk dat de grootste waar ik geweest ben, dat First Look was vorig jaar. En dat vond ik echt heel erg leuk. Ik zou wel naar Gamescom wel heel graag een keertje willen. Ondanks dat ik echt mensen hoor die zeggen, want daar wil je niet doodgevonden worden. Want het is zo druk. Lijkt me wel heel tof om een keertje heen te gaan. En natuurlijk de E3. Als je daar ooit bij kan zijn als gamer, dan denk ik van doen. Maar ja, de grootste is First Look geweest en dat vond ik echt heel erg leuk. Welke game kijk je het meest naar uit die uitkomt in de toekomst? Nou, er komen DLC's voor Fallout 4 uit binnenkort. Daar kijk ik heel erg naar uit, want ik denk dat dat echt gewoon een hele nieuwe toevoeging is naar de game. Maar dat zijn natuurlijk DLC's. Ik gok, en dat is een voorspelling die ik persoonlijk ga doen, maar ook gewoon omdat ik dat heel graag wil. Ik gok dat er op deze E3 een nieuwe Elder Scrolls gaat aangekondigd worden. Want de Elder Scrolls Online was eigenlijk een beetje een flop. Het is nu free to play volgens mij. Maar het is gewoon, ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar ik vind de Elder Scrolls Online is iets wat niet direct in de Elder Scrolls serie past zoals die nu is. Dus ik denk, ja, Skyrim is 3-4 jaar geleden inmiddels. Dus ik denk echt dat het wel tijd wordt voor nieuwe Elder Scrolls. En ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat die in de bossen gaat plaatsvinden van de elfen. Dat lijkt me echt super tof. Maar ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. En vaste release die nu uit ging komen. Ja, er zijn een aantal games uitgekomen. De Division was iets waar ik super naar uitkeek. En ik heb hem nog niet zelf gespeeld. Dus dat is gewoon iets waar ik nog heel erg naar uitkijk. Verder is... heet die game? Wildlands, volgens mij heet die. Dat met die robots. Maar in het wild, dat je dat vrouwtje met die boog speelt, daar keek ik ook ontzettend naar uit. Dat lijkt me ook echt een super toffe game. Dus ja, ik ben benieuwd. Jongens, dit was de Game Tag. Ik hoop dat jullie een beetje wat over mij geleerd hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze tag te bekijken. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik wil wel vaker dit soort tags gaan doen. Waarbij jullie gewoon wat meer te weten komen over mij en over dingen die ik... dingen die ik leuk vind. Het is voor mij ook wel leuk om eens na te denken over bepaalde onderwerpen. Dus heb je nog een leuke tag die ik moet doen? Laat het dan even achter in de reacties. Volg mij op Twitter en op Instagram. Zeker doen, want ik hou jullie daar altijd op de hoogte over een heleboel dingen. En ik vraag jullie ook vaak je mening over video's van mij. Dus doe dat zeker eventjes. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!